Dag mensen. Vandaag zijn we aangebroken op een zeer speciale dag. Dat ziet je by the way aan mijn outfit. Maar even serieus. Vandaag hebben we een rouwmomentje. Een moment waarbij wij zeker eventjes een minuut stilte moeten houden. We nemen namelijk afscheid van een zeer goede vriend van ons. En daarom is het vandaag de fucking laatste video van Ghost! Let's do this shit, bitches! En natuurlijk bestaat er geen Casio video van Ghost zonder Gun Game, dus daarmee gaan we beginnen. Oké, misschien ga ik voor de eerste keer in de geschiedenis een Gun Game potje winnen. Dat zou cool zijn. Alright! Alright! What the fuck? Even pure concentratie. Holy shit! Oh my god! Fucking makakke, stieren, strontnest, fucking vogelnest! Ik krijg zo fucking scheid van Ghost dat ik zelfs kalmeerpillen moet gaan pakken. Godverdamme. Nu goed mensen, zoals jullie aan de titel konden zien, inderdaad, dit is de allerlaatste video van Dit is de allerlaatste video van Call of Duty Ghosts. En voor de mensen die dan denken dat dit een speciale video is en dat ik deze video ga wijden aan het uitleggen hoe geweldig Ghost was. Nee! Dit is gewoon een doodnormale video zoals altijd. Nu goed, ik ben gisteren ook nog eens gaan werken. Ik moest weer s'nachts gaan werken in een feestzaal. Met die bakken zo in de lucht houden, ik heb dat al eens verteld. En dat is zo zwaar, dat kun je niet geloven. Ik heb nu overal spierpijn. Zelfs op plaatsen waar ik niet eens wist dat ik spieren had. En ben ik nu serieus op een 4-killstreak? Ah, fuck. Oké, ik ga nu misschien voor de allerlaatste keer ooit een Ghost proberen te snipen. My god, bitches! Oké, wat ik nu ook aan denk is, bij het hele begin van Ghosts, dus toen het spel pas uit was, had ik voor mezelf een opdracht gegeven. Ik mag tot het einde van Ghosts, dus nu, de campaign en Extinction nog nooit hebben aangeklikt. En raad eens? Ja, ik ben geslaagd. Dus nu om het af te sluiten, ga ik eens één keer Extinction proberen. Ik weet dat het over aliens gaat, maar ik heb nog nooit gespeeld. Dus we gaan eens proberen. Oké, eens kijken wat het geeft. Oké, makker, wat moeten we doen? Een drill. Gaan we drill boren. LOL, die laat me alleen of wat? Flikker, kom terug! Godverdamme. LOL, nope! Nu, om deze video af te sluiten en eventjes serieus te zijn, mensen. Ik heb er serieus geen woorden voor. Sinds pakweg begin dit jaar rond maart ergens iets, is mijn channel echt een beetje uitgebroken. En dat was namelijk dankzij de Call of Duty Ghost video's. En natuurlijk dankzij jullie, want jullie zijn degene die mijn video's kijken. Dus nogmaals mensen, ik wil jullie echt letterlijk elke video bedanken en bedanken voor alle support die jullie mij geven. Maar dan zouden mensen stoppen met mijn video's te bekijken, want hoe vaak kun je bedank video's kijken? Allee ja. Maar weet dat peace, motherfuckers. Dit spel runt smooth, echt waar. Mijn ogen kunnen het beeld niet volgen. Ik meen het, wauw. Godverdamme, het is te laat. Mijn Jezus is weer weg. Enige internetbedrijven in België en motherfucker, jij bent geowned. Mijn ijsje valt gewoon in twee op de grond. What the fuck, even serieus. Dat weet ik wel, hopla. Godverdomme, hè. Ja mama, er is terug internet. Oh fucking klootzak, dikke scheidnest en gun promotion like a motherfucking boss. Oh, wow, what a kill. Naar boven. Een handetje.
man, de G-fucking hell, man. Hoe vaak ga ik echt waar hier nog doodgaan? Man. Man, de G, was het jij daar toch voilà, aan? Voilà, een kill om trots op te zijn. Voilà, zeg geen kill om trots. Ik stop. Bitch, get owned. Stop met spelen, man. Ik ben beter als u. Zeg je dat ik jullie super dankbaar ben? Wow, what the f... Deze map is even chaotisch als mijn kamer. Ah, Macarena. Ai. Ah, Macarena. Ah, Macarena. Ai. Kijk, die staan er met drie te chillen gewoon langs elkaar. Is het picnic of wat? Ik word helemaal wakker.